Een vos! Daar! We hebben hier in het gebied 40 tot 60 vossen lopen. En ze lopen hier overdag ook gewoon rond. Je kan ze overal zien, omdat ze hier geen vijanden hebben. Hé, hey Pascal. Kijk, hier ligt een vossendrol. Oh, ja, een drol van een vos ligt hier ergens op een vis. Ja. Kijk, en je kan het goed zien. Het zit een puntje aan. Daaraan zie je het. En er zitten ook allemaal veertjes aan. Zie je wat hij gegeten heeft? Oeh, zo, die ruikt nog wel. Maar hoe komt die vis hier dan? Ja, dat kan de vos zelf gevangen hebben of een ander roofdier kan hem hier neergelegd hebben. En de vos heeft de drol erop gelegd om te markeren dat het zijn territorium is. Hé, hey, kijk. Dat is een vossenburcht. Oh ja, dit is een holletje, zeg maar. Ja, ja, en het is, ze hebben een heel gangstelsel hier onder de grond gegraven. En daar woont de moedervos, de moer, met de vadervos, de rekel en een stuk of 5 tot 8 kleintjes. Begin april worden ze geboren en dan een week of 4, 5 later, dan zie je ze buiten het hol. En dan zijn ze aan het spelen en aan het doen en dat is echt onwijs leuk gezicht altijd.